bij weer een nieuwe aflevering van Krijg de Kleren. Het programma waarin ik voor €150 online een outfit voor mijn gastshop en diegene het voor mij doet. Deze week heb ik de gast Rens! Tadaa! Ik vind het leuk dat ik hier ben. Ja? Ja. Ja, we kunnen jou kennen van Drugslab, van je eigen nieuwskanaal natuurlijk. Hey Rens, wat is dit nou voor foto? Ik vind hem echt fantastisch. Ja, je bent niet de eerste die dat vraagt. Het is inderdaad een hele bijzondere foto, omdat hij gewoon een beetje apart is. Je vraagt je af, wat gebeurt hier? Want ik sta hier met een rode neus op een dakterras met een of andere stofzuiger. En omdat je erover gaat denken, doet hij wat met je, denk ik. Is die in scène gezet? Ja, tuurlijk. Ik vond het wel leuk om die foto te maken. Ik vind het fantastisch. Dat Jackie erbij. Inderdaad, dat Jackie, weet je, lekker fleurig. Hij is ook vintage. Draag je veel vintage? Nee, niet zoveel. Nee? Maar als ik dan iets tegenkom wat leuk staat, dan koop ik het wel. Ja. Want ik ben niet zo iemand die echt per se een merk wel of niet wil hebben. Als het tof is, dan koop ik het. Of een trui nou €100 is of €10, dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Nee. Als het echt vet is en ik denk van ja, dit wil ik dragen, ja, dan koop ik het. Shop je veel? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Maar soms dan, of je loopt iets tegen het lijf, dat kent iedereen. Ja. Dat je in de stad bent en denkt, nou ik ga heel even de winkel in. Maar ik vind het ook niet zo heel erg leuk. Dus als ik plan om een dagje te gaan shoppen, heb ik er eigenlijk niet zoveel zin in. En online shoppen, doe je dat vaak? Dat doe ik wel eens, ja. Ja, op Zalando of iets. Ja, ik wil geen reclame maken. Mag gewoon. We krijgen niks gesponsord. Maar ik doe het wel eens, omdat soms vind ik het moeilijk, want ik hou wel van een beetje unieke truien bijvoorbeeld. Ja. En soms vind ik het moeilijk om die in de winkel te vinden. En online kun je natuurlijk elke hoek helemaal doorzoeken en kom je dan een keer een toffe trui tegen, ja dan heb ik zoiets van, dan bestel ik hem wel. Als hij niet leuk staat, stuur ik hem terug. Ik vind dit zo'n schattige foto van jou. Ja. Je ziet ook heel, je hebt bijna hetzelfde gezichtje. Ja, alleen ik hoop wel dat ik iets betere tanden heb. Dat is helemaal goed gekomen. Dit is in Zuid-Frankrijk bij mijn opa en oma. En ik had vroeger alleen maar jurkjes aan, ik wilde geen broek aan. En nu draag ik eigenlijk alleen maar jeans. Ja, ik vond het wel moeilijk om iets te kiezen, want ik zie gewoon niet hoe het staat. Maar ik heb een beetje gekeken naar je stijl en wat ik graag zou willen zien. Oh, leuk! Ja. Dus dat ik denk van, nou, dit mag misschien nog ietsje meer een beetje die kant op of die kant. Maar of het nou allemaal bij elkaar staat, weet ik niet. Ik hoop dat je het wat vindt, hoor. Ik weet het zelf niet eens. Ik vind het echt spannend. Oh, ik vind het nu al heel leuk. Ja? Ja, ik zie een hartje. Wel kort. Ik had eigenlijk verwacht dat die langer was, maar dat is het dus met online shoppen, dat je niet weet hoe lang iets precies is. En ik dacht, iets met kleur en een beetje à la bomberjack, want dat draag je ook wel, een beetje stoer. Toen kwam ik bij dit uit. Misschien is het wel heel fout. Ik weet niet of het leuk is. Die zag ik en ik dacht gelijk van ja, dit is wel iets bij jou past, denk ik. Ja. Ja, dit vind ik heel leuk. Omdat je hebt een vrolijke persoonlijkheid, dus ik dacht, dit past wel bij jou. Je draagt wel een beetje van die stoere jeans. Dit is een beetje een boyfriend jean. Dus ik dacht van, dit is helemaal jouw ding. Ja. Ik ben echt verrast. Dit vind ik ook leuk dat je hier aan hebt gedacht. Ja. Nee, ja, oké. Eén dingetje in. Oh ja. Dat zijn oorbellen. Wat leuk, je bent gewoon echt, je hebt gewoon voor de full. En schoenen dan niet, want daar had ik geen budget meer voor. Maar ik dacht, ja, je hebt zelf wel leuke sneakers of iets wat eronder kan. Best wel cool. Nou, dan mag jij. Oké. Okay. De schoenen zijn een maatje kleiner. Je maat was gewoon uitgekocht, dus heb ik gewoon een maatje kleiner Dus genomen. Ik moet meteen gewoon een beetje afknippen en dan past het. Met bebloede tenen, als het maar mooi staat, hè. Als het maar mooi staat. Ja, dit vind ik echt wel tof. Ja? Ja. Van schaapachtige... Jij zegt net, ik hou daar helemaal niet van. Nee, maar daarom, dat is toch heel leuk, weet je wel, dat juist proberen. Want misschien staat het wel en misschien vind ik het juist wel cool. Wow! Wow! Dit is wel, ik vind het wel cool hoor. Ik zag jou hier dus gewoon in lopen. Ik denk dat ik dit echt wel kan diggen hoor. Yeah. Cool, ik heb zin om aan te doen. Een t-shirt. Oh, dit vind ik ook leuk. Ja, leuke printjes erop. Een pants. Nee, cool. Ja, misschien dat hij iets te groot is, maar dat moeten we even gaan bekijken zo. En ik zie er nog een laatste ding in zitten. Ja. Een muts. Dit was mijn twijfelmoment. Maar ik vond, er moest een kleur in zitten. Ik draag het nooit, in ieder geval. Wie wil eerst? Zullen we steenpapier schakelen? Ja, is goed. Oké, degene die verliest gaat als eerst. Oké. Ja. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar.
Het kan echt twee kanten op gaan, hè? Of dat vestje is heel fout, of het is heel cool. Dat is het avontuur wat we aangaan. Dat hoedje moet nog een beetje een vorm krijgen. Sowieso, dit hoedje is een beetje lullig. Oh, volgens mij gaat het passen. Ja? Ja. Wacht, ik heb hem bijna over mijn billen. Ja? Ja, ik heb hem over mijn billen. Man, kijk. Hier, maar dat wist ik al lang. Dat hij ging passen. Hij is heel hoog, joh. Oh, nee. Het is een relaxed fit, maar bij mij komt hij niet relaxed. Ja, het is een beetje een boyfriend jeans, inderdaad. Zo stond het op de website. Ja, nou, bij mij zijn niks boyfriends aan. Als je dit je boyfriend aantrekt, dan... ik word een heel ander mens. Ik ben zo benieuwd hoe je eruit ziet. Hoef je erbij? Echt? Volgens mij moet je niet zo... Wauw, ja, dit is... Oh, ik vind het hoedje vreselijk. Echt vreselijk. Vreselijk. Ziet er niet uit. Oké, en de rest? Hoedje, de rest vind ik nog best oké. Okay. Ik vind ook. Het echt helemaal niet zo gek. Ik vind hem eigenlijk ook best wel leuk. Ja. Zou je dit zelf echt nou, het hoedje aandoen? Zou ik dan niet aandoen. Nee, snap ik. Deze zou ik ook niet aandoen, nee. Maar dit, zo zou ik echt dragen. Ja. Nou, ik vind dit nog best wel leuk, Rens. Ik ook. Ik ben helemaal verbaasd dat het zo goed is gelukt eigenlijk. Ja. Zou ik ook het hoedje maar weer opzetten? Ja, doe maar op. Kunnen we lachen. Kunnen we lekker lachen. Ik denk toch dat dat vestje, jij moet volgens mij iets stoerders daarboven hebben. Een leren jack of zo. Ja, een leren jack of een wat groter bomberjack. Dit is misschien net een beetje... Te fijn. Ja, en misschien een beetje te kinderlijk en te lief. Ja, maar ik snap hem wel helemaal zo. Ik vind het vernieuwend. Ja. Dat petje. Dat hoedje, dat gaan we het niet over hebben, maar... De oorbellen, ja, die moeten wel in natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel echt, oprecht, Rens, je hebt overal aan gedacht. Ja, ik wou wel voor het totale plaatje gaan, inderdaad. Ja, het is echt een festival look. Zullen we kijken of jij mee kan? Ik ga nu in de broek. Hij is eigenlijk wel echt te groot. Kut. Hij zakt niet van je... Nee. Vind je dit nou vervelend? Passen in een passokje? In de winkel bijvoorbeeld? Ja, soms wel omdat je het gewoon zo gigantisch warm krijgt. Van het uitdoen en aandoen. En soms dan wil ik een t-shirt passen, maar dan heb ik een tas om en een jas. En denk ik, ja, laat maar zitten. Ja. Ik heb geen zin om alles uit te doen. Koop je het dan en breng je het dan terug of laat je het liggen? Hoe bedoel je? Nou, als ik geen zin heb om te passen, dan koop ik het. En dan ga ik het thuis passen en dan breng ik het weer terug. Meen je niet. Echt? Doe je dat? Ja, die rijen zijn zo lang. Ja, misschien bij de vrouwen. Oh, dat heb ik echt nooit gedaan. Nee, ik wil wel, als ik iets koop, wil ik ook zeker weten dat ik dan denk van ja, dit is leuk. Maar wat ik dus ook wel eens heb, is dan denk ik, ja, dit is leuk. En dan koop ik het en dan kom ik thuis en doe ik het aan en denk ik, dit is helemaal niks. Maar dan heb je wel gepast in de winkel. Ja. En dan is het me gewoon aangepraat. Dus daar probeer ik voor te waken. Oh, wat leuk! Nou, past perfect. En dan kom ik thuis en is het veel te klein. Oh, grappig joh. Oh, dit is op zich wel cool. Oké, even een mutje nog op. Oké, ben je ready? Ja. Ik vind dit heel leuk. Vind je het leuk? Ja. Misschien komt het omdat ik het ook geshopt heb. Oké, misschien dat mutje niet. Nee, mutjes staan me niet zo, hè? Nee, je wordt een beetje een kleutertje. Maar ik... Hoi. Ik ook. Misschien moeten we... We kunnen wel samen naar een festival nu. Naar een kleuterfestival. Oké, dus laten we deze dan de hand doen. Ja, de mutsen gaan af. Die mogen weer weg. Maar dit, ja, ik vind het ook nog wel cool. Als je een cijfer zou moeten geven? 7,5. Echt? Ja, want ik vind het best wel tof. Het is even wennen, want dit is gewoon, nou, ik heb zoiets gewoon niet vaak aangehad. Maar verder vind ik het best wel tof. En ik zou er wel in, nee, ik zou er wel in kunnen lopen, ja. Ik weet niet of ik het zelf heel snel zou kopen. Dat ik dan gelijk denk van, oh nee, toch niet, weet je wel. Ja. Maar nu ik het aan heb en ik kijk er even naar, dan is het wel grappig. En de schoenen zijn een beetje te klein. Ja, de schoenen doen pijn en de broek is te groot. Passend vind ik het. Ik vind het nog best wel goed gelukt voor mezelf eigenlijk bij jou, als ik ernaar kijk. En ik vind tof ook, wat je mij aan hebt gedaan, is, nou, het is best wel uniek en qua stijl vind ik het heel tof. Ik vind het geslaagd. Ja, ik ook. Wie heeft het best gedaan? Ik vind het lastig om te zeggen, want ik ga het ook niet van mezelf zeggen. Dus ik denk dat de kijkers gewoon moeten beslissen. Ja, ik ook. Dus ik denk dat jullie gewoon moeten laten weten wie gewonnen heeft, zeg maar. Wie de beste outfit heeft gescoord voor de ander. Ja. Maar ik vind het, nogmaals, ik ben er wel blij mee. Ik ook. Ja. Ja. Zullen we naar een festival? Ja. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en duimpje omhoog.
Wij gaan feesten. Yes, let's do it. Kom.